Goedemorgen. Goedemorgen Richard. Goedemorgen. Heb je er zin in? Bam, godverdomme, we gaan ervoor. Jongen. Goud vandaag. Nou, daar gaan we voor. Ja, toch? Yes. Kijk, je mooie silhouetjes. Nou, dat is mijn vraagje. Maar er wordt mensen gewoon dingen verlopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker tegen de zon in. Hebben jullie er zin in? Ja. Top. Ja, altijd. Ik heb een gevoel dat ik iets heel moois ga vinden vandaag. Ja. Winnen. Nee, iets heel moois ga winnen. Winnen, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Zo, zoals jullie hebben gezien ben ik op de zoekdag van Richard. Ik heb er super veel zin in. Veel bekenden weer. Dus laten we gauw beginnen. Let's go. Nou, zoals elke zoekdag zijn er ook tokens verstopt. Ik heb er nog geen gevonden, maar ik heb wel mijn eerste leuke vondst. Ja, wat het is een versierseltje ergens van. Dus ja, ik ben er wel blij mee. En het gras is net gemaaid, dus ik moet oppassen dat ik mijn detector niet kwijtraak. De limited edition. 10 te verkrijgen in Nederland. Check de link in de beschrijving. Nou, daar ga ik er waarschijnlijk nog een aantal van vinden. Zaadclipjes. Nou, het is niks bijzonders, maar je kan het inleveren voor een token. Loodje bedoel ik. Op naar de prijsuitreiking. Nou, ik ben hier bij Tom en ik vroeg al, want hij was hier aan het graven. Ik zei, lukt het? Toen zei hij ja. Maar ik heb al een zilvertje gevonden. Dus, en dat is toevallig. Dat is er zeker, man. Ja, hij is nog steeds aan het trillen. Maar dat is toevallig dezelfde die Berry laatst had gevonden, wat jullie in de video hadden gezien. Oh. Ja, dat gebeurt altijd als je bij mij in de buurt bent. Een pietje. Nou, super vet. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Super tof, dankjewel. Nou, weer een stuk ijzer. Een ringding. Nou, iedereen is lekker aan het zoeken. Het is prachtig weer. En zoals jullie hebben gezien is er al een zilveren munt gevonden. Nou, ik nog. Nou, zelfs Ferdinand is helemaal naar Noord-Brabant gekomen. Maar wat heb je gevonden, Ferdinand? Ja, de leukste vondst tot nu toe is eigenlijk het pinpointen van het goede merk. Ja, Garrett. Dus, ja, die gaan we straks inleveren voor dat de eigenaar weer terugkrijgt. Ja, ik denk dat iemand hem verloren is. Ja, en verder eigenlijk heel weinig. Ja, ik vond net een leeuwencentje. Ah ja. Ja, die zijn altijd leuk. Ja, verder geen tokens nog. Zo. Nee, ik heb ook nog geen tokens en ik heb ook nog geen muntjes. Nee. Ik weet wel dat er een zilveren munt gevonden is. Oh, dat is wel leuk. Ja. Ja, die gevonden. Als je de video gaat kijken, zie je het. Ja, dat kan helemaal goed. Even nog die mooie badge in beeld. Ja. Ah, topper. En daar nog eventjes dat. En de button. Nou, veel plezier nog vandaag. Dankjewel, jij hetzelfde. Nou, mijn volgende vondst. Een sleutelgat. Het was niet echt een mooi signaal, maar goed. Er liggen niet heel veel dingen hier, dus ik gaf eigenlijk alles. Ja, ik heb mijn eerste muntje gevonden en ik heb het idee dat het ook best wel een oude munt is. Dus ik ga hem straks even laten zien aan andere mensen. Ik ben benieuwd welke het is. Maar ik ga hem eerst aan jullie laten zien. Ja, kijk, daar ligt hij. Er staat dus een hoofd op. Het lijkt wel een beetje op een keizer. En de achterkant is iets wat minder mooi. Maar ik ben er super blij mee. Nou, we hebben hier Robin en die liet mij even een leuke vondst zien. Ja, kijk. Het is een mini Napoleon. Is hij te zien zo? Ja, nog een beetje dichterbij. Superleuk. Nou was Napoleon natuurlijk al klein in het echt, ja. Maar deze is wel heel klein. Ja, kom, dat had ik niet meer zo, hè. Ik vind het een superleuke vondst. Ja, superleuk. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Dat zijn wel geinige dingen om te vinden, hè. Zeker. De vondsten blijven binnenstromen hier in de video. Moet je kijken wat Rea gevonden heeft. Een dikke vette gouden ring. Tering. Woehoe, pardon. Piep, piep. Ja, sorry. Super gaaf. Ja, gefeliciteerd. Goed, ja, dankjewel. Woehoe. Nou, nog een mooie vondst binnen van Hans. En we weten nog niet echt wat voor munt het is. Maar er staat een kruis op. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want hij is super donker. Het is wellicht zilver ook nog, hè? Dat is de andere kant. Oh, andere kant nog. Superleuk. Nou, er worden toch wel leuke dingen gevonden. Gefeliciteerd. Dank je wel. Nou, ook deze worden er veel gevonden. Oormerkjes. Nou, deze is nog best mooi ook.
Ja, daar staan twee ezels. En ik heb slecht nieuws. Nou, zoals jullie zien, het veld is leeg. De dag is nog lang niet om. Maar er is iets niet zo leuk gebeurd. Het schijnt dat wij hier niet eens mochten zoeken. Het blijkt dus dat wij hier niet mogen zoeken. En Richard heeft dit land doorgekregen met het telefoonnummer van de boer. Maar het blijkt dus niet waar te zijn. Dus iedereen wordt naar huis gestuurd. En Richard zit in de problemen. Nou, Ferdinand, ben je helemaal uit Groningen hier naartoe gekomen? Voor wat? Om weggestuurd te worden. Nou, zoals jullie zien, Ferdinand is er emotioneel onder. Richard, bedankt voor... ik heb een leuke dag gehad. Ja, nou, jammer dat het zo afgelopen is. Ja, verschrikkelijk. En ik kom graag weer de volgende keer naar je zoekdag. En ik betaal er graag voor. We komen zeker dus, op terug. En nogmaals dank. Ja. Doe maar één af, hè? Box. Zo naar dit allemaal. Echt geen woorden voor. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Er zijn in ieder geval echt leuke dingen gevonden. Dus dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. En vergeet niet te abonneren.